Goedemorgen allemaal. Gentse kermis. Dinsdagmorgen. Peerdemaat en peerdekeuring. Het is nog tammetjes. Maar dat gaat zo veranderen. Veel succes. Dank u wel, meneer Peters. En hartelijk welkom allemaal, dames en heren. En natuurlijk alle deelnemers. Weideveld en Sion Tess van familie Weideveld kunnen dus richting de... Dus naar Little First Boy of Chestnut Stable. Daarna lucratief als Chestnut Stable. De deskundige beoordeeld door de juryleden, de heer Van der Lauw en de heer Van der Brek. En voor de paarden. Maar we hebben vandaag ook de grote paarden. En ik weet niet helemaal hoe de aanvoer is. Even de tenen poetsen. De juryleden en wordt bepaald wie dus uit deze rubriek een winnaar is geworden. Ja, natuurlijk de harenkammen. Dat wordt gedaan door niet minder dan een koning en een koningin. En dan praten we over de koning Niels en de koning vieren. Ook de felicitaties. En we gaan ze dadelijk dus wederom kijken naar een volgende rubriek van Veuletje. En dan de tweede, derde en vierde plaats van de zesde steden. De eerste. En dan wordt de heer Segers en de bus aan het pannen. Ook de wethouder voor aanvoering en voor een leuk snel verloop voor het presenteren. Dat wij verteld hebben dat Jari Joosen tevens kampioen is geworden. In ieder ras komt een kampioen uit. Er is wel een liedje, we hebben een cadeautje naar de botermarkt. Een ras met fantastische mooie manen. Lange voor Paul van Senne van Wijngaard. Nanette van Geldershof en Joeri Borges. En ze komt van Stal Geldershof. Dat hij voor de 24ste keer hier aanwezig is op de paarden en ponymarkt hier in Gent. Hans Witjes dus al 14 jaar deel met 15 jaar oud. Thank you.
Zo, en je lekker gegeten, hè? Thank you so much.